Hier zitten er twee te eten. Zelfs onze Rijka. Ja, mag in de krant samen met Ewo weer eten. Dat had ze de hele week nog niet gedaan. Ja, enkel ik moest lachen op de heenweg. Ik had tegenwind. En op de vlakte, er is een stuk wat open is. En ik had moeite en pijn om er tegenin te komen. Maar zij, zei ik ook bij dezelfde, ja, wat doe ik hier? We zijn zo ver van huis. En een hele goede middag. Ja, het is vandaag alweer zaterdag 1 februari 2020. Ik heb zomaar waar rempel. De deur even op een kiertje open. Ja, voor het eerst heerlijk even, wel de kachel aan hoor, maar even toch een beetje even circuleren met warmte en frisse lucht. Heerlijk even. Staat maar op een kiertje, ik heb geen dier naar buiten. Ik ga straks dus weg, lopend, met een rollator en met Rijka, naar mijn broer en mijn schoonzusje toe. Ja, mijn broer is 2 jaar ouder en mijn schoonzusje die is sowieso jonger dan ik, maar hoeveel jonger, dat weet ik niet eens, maar ik weet dat ze jonger is. Ik meen dat van 1 jaar, maar ik weet niet zeker. Het doet er ook niet toe, het boeit ook niet. Hier zitten er 2 te eten. Zelfs onze Rijka. Ja, mag in de krant samen met Ewo weer eten. Dat had ze de hele week nog niet gedaan. Toch een leuk gezicht, hè? En Kano zit achter de deur. Die wou de kamer alweer in, want ik was Ewo in kwijt. Waar zit ze? In de trapskast. Was ze de kast ingegaan dat ik een blikje vlees voor Rijka pakte. Want ik meen dat... Heel klein beetje vlees. De inhoud van een vork. Nou ja, je weet wat een vork is. Daar pak ik wat vlees mee uit het blikje. En dat gaat roer ik helemaal rond. Totdat het eigenlijk weg is. Dat het tegen die brokken aan zit. Dan eet ze de brokken ook op. Nou, en het is zo weinig niel aan vlees. Laat het maar lekker gaan. Ja. Zo krijgen ze toch de brokken op. En het zijn ook die hele grote brokken die ik Frodo gaf. Want Frodo was het hapsblok, het was weg. Maar zij heeft echt moeite mee met een kleine beekje. Nou ja, laat het maar mooi gaan. Zodra ik op een sterke groot van laat me zeggen. Groot weet ik niet. Ja, ik weet niet hoe groot het zal worden. Ik vind het nog steeds een klein poppie. Ze is een half jaar geweest en ik kan er nog steeds met 1 arm op tillen. Dus ja. Komt allemaal goed hoor. Ze ziet er goed uit. En ze heeft het goed bij me. Ik ben blij met haar. Ik hou van haar. Oké, Frodo zal ik nooit van mijn leven vergeten. Die zit in mijn hart. Ik mis hem nog steeds iedere dag. En dat zal overal blijven. Ook net als met mijn man en al mijn andere dierbaren. Ja, je mist het toch? Ja. Maar oké, ik ga dus even opschieten. Ik zal nog even mijn koffie drinken en nog even een broodje eten. Want ik heb ook bezoek gehad al. Ik heb de wasdroger heb ik gevuld met was en die hek aangedaan. Dus ik ben wel al eventjes weer bezig geweest. Dus ja, dan ben je eventjes druk. En toen wou het geluid van de televisie het weer niet. Oh, dat vind ik ook zo geklommen met dat ding. Oh, maar ja, ik heb geen geld voor iets anders. Nee. En toch is het een modern ding, maar ja. Ook al is zoveel jaar oud. Ja, dat blijft niet goed vanzelf. Nou, het is eigenlijk eerder het geluid hè, van de dvd-speler die er bovenop staat. Het gaat via die dvd-speler en mijn mannetje Lief heeft daar boxen aangesloten. Onder andere hangt er ook eentje hier bij de keuken, die zilveren, die grijze. Zodat ik het geluid van de televisie ook daardoor hoor. Ja, en dan heeft de buurman geen last ervan. Gaat enkel via de televisie, ja, dan wordt die buurman gek. Van het geluid, want dat
weerkaatst door die muur heen. Want het glas van de televisie zit natuurlijk aan de achterkant van de televisie. En dat gaat dwars door die muur heen. Dus ja, de buurman zelf die heeft het even goed aangesloten, zodat ik daar geen problemen mee meer kon hebben. Maar ik heb dus wel, tenminste dat hij geen problemen meer had met mijn geluid, maar ik heb zelf wel problemen, want hij pakt niet altijd. Hij gaat ook regelmatig alleen nog via de tv. En dat moet dus niet. Nee. Maar ja, ik weet het altijd wel weer op te lossen. Het heeft eventjes wat voeten in de aarde. Ja, het duurt eventjes wat langer dan normaal. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe ik ook. En ik zeg tot aan het eind van de middag, begin avond, ja. En dan zien we elkaar wel weer. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, heel huid en wel. Ja, toch? Heel huid. Ja, ik zeg het goed. Waarom wil dat nou niet? Oh, dat zit er. Weg. Geen windjes buiten mijn jurk komen. Nee, hou ik niet van. Zo, netjes. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis. Ik ben niet naar huis gebracht. Nee, ik heb weer gelopen. Nee, en dat door het centrum heen. En er was weer wat aan de hand bij het opvanghuis van het Leren Zeils. Want dat was met rood-wit lint afgezet. Politiebusje, politie, stationcar, politie op de motors. Ja, dus we waren ook nog aan het zoeken. Nog heb ik weliswaar geen helikopter in de lucht gezien die aan het zoeken was, want dat doen ze ook wel eens. Maar dat heb ik nog niet gezien. En ja, wat er aan de hand was, ik niet weten, maar het boeit me ook niet. Ik ga het gevaar ook niet opzoeken. Ook al zit ik wel in de buurtpreventie en hoort dat bij mijn wijk, maar bekijk het maar. Ik ga niet, ze waren er al, dus ja, laat me mooi begaan. Ja, het weer hadden we mee, het was prachtig mooi weer. En ik dacht, ja, dit wordt dan weer wat bewolkt. Nou ja, we zullen het afwachten wat we krijgen vandaag nog. Ja, het duurt nog tot vannacht 12 uur, dus er kan nog van alles gebeuren. Rijka is uitgeteld. Maar ja, die heeft ook gespeeld met Bonno, de hond van mijn broer en mijn schoonzusje. Maar ja, dat is ook een grote frietjes erbij, ja. Dus ja, en daar passen we wel tig keer in. Zo'n klein humpie bij zo'n grote kalf van een hond, ja. Maar ze kennen het goed met elkaar vinden. Enkel ja, dat we eraan kwamen, begon Bonno natuurlijk uiteraard te blaffen voor het raam. Het ging goed hoor, allemaal. Ja, ze kennen elkaar, dus waarom niet? Ik ga nou weer een bakje koffie maken en ik ga de computer zo meteen aandoen. En ik neem even een pijnstiller in vanwege mijn rug. Want ja, ik verga van de pijn. In mijn rug en mijn bovenbenen, die branden, die tintelen, die doen. Mijn rechterknie, die doet ook zeer. Ik zat even naar de waterbak te kijken, maar die is gewoon... Ik dacht dat hij vuil was, maar nee. En dus Rijka heeft wat snoepjes gehad. Op twee heeft ze niet open, de rest heeft ze dus wel op. Nou ja, moet zij weten. Is de rest op vanavond? Ja toch? Want ze heeft het heel goed gedaan. Ja, enkel ik moest lachen op de heenweg. Ik had tegenwind. En op de vlakte, dat er een stuk wat open is. En ik had moeite en pijn om er tegenin te komen. Maar zij denkt ook bij zichzelf, ja, wat doe ik hier? We zijn zo ver van huis. Wat doe ik hier? Ik wil terug. Dus zij trok eigenlijk terug. En ik die kant op. Nou ja, dat was even lastig. Ja. Zij wist niet wat ze daaraan had. Van ja, veel te ver van huis weg. Wat is dit? Maar ja. We gingen even op visite. Ja, moet kunnen. Maar oké, ik hoop dat ik de calorieën die ik vandaag genuttigd heb, er ook weer heb afgelopen. Want ik kreeg een, ja, het was een bakje van chocola. Een ronde. Het moest eigenlijk een koffiekopje voorstellen. Want er zat ook een oortje aan. Ik dacht, die was al dubbel gevouwen. Dus ja, dat oortje heb ik zo opgegeten. Dat was gevuld met...
mokka iets achtig. En erbovenop zat weer slagroom met ook een bruin dingetje erdoorheen. Een bruin streepje. Was geen kaneel, want dat had ik kunnen proeven. Ik denk chocoladepoeder of zoiets, ik weet het niet. Maar dat was wel lekker, maar wel veel calorieën. En dan denk ik, ja, oké. Niet goed voor mij, maar ja, ik kan er moeilijk tegen de kop aanstoten om te zeggen van nee, dankjewel. Want ze vraagt ook niet, wil je dat hebben? Nee, het komt erbij aan. Nou ja, oké. Vroeger zeiden ze altijd aangebrand en niet gaar, houd je smol en vreten. Maar ja, nou zo was dit ook in principe, maar dat was wel lekker. En ja. Ik ben gewoon wat dat er gaat even verwend, ja, dat moet kunnen. En gewoon normaal koffie, nou ja, dat mag ik onbeperkt drinken, want ik drink zwarte koffie. En dat mag je onbeperkt drinken als er geen suiker en geen melk erin zit. Dat is met thee, idem dito, als je er geen melk of suiker erin doet, mag je het onbeperkt drinken. Dus ja. Maar ja, als ik zelf al zo'n postuur zou hebben als mijn broer en mijn schoonzusje, dan zou ik dat spul toch gauw even wel laten staan en dan zou ik er even aan denken om desnoods iets te kopen wat ook lekker is, maar toch minder calorieën en weet ik van wat. Denk aan jezelf, denk aan je gezondheid en dat doen ze kennelijk niet. Ja, ik weet het niet hoor. En ja, het is mijn lijf niet. Ik ben blij dat ik aan het afvallen ben. Eindelijk, maar toch, ja. En dankzij Rijka mede, dat ik nou lekker lopen kan. En dat deed ik voorheen ook niet, was ook eigenlijk een beetje mijn eigen schuld. Maar als je last van je rug hebt en last van je benen hebt en het verzuurt, dan dacht ik nou ook weer last van. Dan loop je wat minder prettig, dan loop je niet omdat je er plezier in hebt. En vooral in je eentje niet. Je hebt nou wat te doen, je hebt afleiding van het beestje, je komt mensen tegen, ook met hondjes, daar heb je afleiding van. En ja, dan ben je wel weer blij dat je thuis bent en dat je weer fatsoenlijk zitten kan en dat je tot rust kan komen. Maar daardoor val ik dus wel af. En daar ben ik heel erg blij en dankbaar voor dat ik dat nou red. Ja. Maandag, dan komen we erachter hoe zwaar ik ben bij Linda op de weegschaal. Ja, ik noem haar, ja, het is ook een dokter voor mijn COPD, ja. En dan moet ik op de weegschaal staan en dan vraag ik of ze het even op wilt schrijven, want ik mag er niet vloggen. Of, ja, ik, met mijn normale mobiel, dan moet ik dat gewoon even, ja, wie weet. Als ik eraan denk, ja, want ik moet zonder stok staan en... Ja, dan moet ik even maar even... Nee, dat gaat het er niet worden. Nee, dat gaat het er niet worden. Maar het maakt niet uit. Ik kan het wel aan Linda vragen. Van hier, pak even mijn mobiel. Film jij. Ja. En ik, ja, dat kan ik wel proberen om dat te doen. Ja. Als het doet, is ook vraag 2. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Simpel. Ik ga nog koffie maken. Ik wens jullie allemaal nog een verdere fijne, liefdevolle namiddag. En tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Oh, het staat hier raar. Nou ja, doen we het zo even. Kijken of het nog... Ja, is dat nou wat rechter? Ik ben druk aan het werk geweest om weer filmpjes in mappen te zetten. Wat bij elkaar hoorde. Hij zit nou ook in de video op pet. Ja, ik kijk u maar. Hij is druk aan het werk. En dan heb ik mijn plaatjesprogramma erbij met een mooie foto erin. En die ga ik dus bewerken ervoor. En dan komt het ook helemaal goed. Maar ook ik heb recht op mijn eten. Ja, en het is bijna 8 uur. Tenminste, ja, wat heet. 19:54 heb ik het. De diertjes hebben al eten gehad. Rijka die heeft een paar hapjes gedaan, maar die is nog te moe om eigenlijk te eten. Nou, dan legt de dame uitgeteld. Ewen legt op de kussen aan deze kant van de bank. En Rijka, ja,
kopje half omhoog tegen de kussen aan, wel een vrouwtje in de gaten houden, maar voor de rest bekijk het maar. Ja. Dus ik ga mijn eten klaarmaken, hetzelfde dan wat ik gisteren met Astrid heb gegeten, ga ik opwarmen. Ik heb een stukje kipfilet erbij, dus ja, dan kan ik dat even meester maken. En dan is dat ook weer op. Ja toch? Ja! Dus daar ga ik lekker van genieten en televisie kijken. Ik heb hem nou, het is nou reclame, dus geluid uit. Anders krijgen we weer ruzie met YouTube. Dat doet me niet. Nee. En komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen. En ik kom later, wanneer ik naar bed toe ga, wel weer even retour om wel terug te wensen. Voor nu een liefdevolle, gezegende zaterdagavond. En degene die te gaan stappen, doe rustig aan. En ja, maak geen ruzie. Drink niet te veel alcohol, want alcohol maakt meer kapot dan dat je lief is. Dus blijf helder van geest. Ja, krijg je ook geen ongelukken, geen ruzies, niks. Nee. En als er al ruzie uitbreekt, nou, kun je om en op weg. Ja, daar wil je niet bij horen. Nee, nee. Ik zou zeggen, tot later.